Nou, hoor jij? Zet hem op. Top. Moet ik nog iets vast doen? Oké, ik gooi hem hoor. Ja! Nou, oh, er is iets afgevallen. Je mag hier helemaal niet vissen! Ja, het is verboden! Ja, kijk maar! Ik ben de heks. De heks is heel mysterieus, maar is eigenlijk ook gewoon een vrouw uit het leven gegrepen. En leeft in het moeras, heeft haar eigen leventje daar. En ze heeft de gave dat ze in de toekomst kan kijken. Dus dat ze mensen hun toekomst kan voorspellen. En ik mag het gaafste nummer zingen uit het stuk. Als je weet hoe het einde zal zijn. Het is gewoon een heel vet nummer waarin je gewoon heel veel dingen met je stem kan doen. En natuurlijk een heks is ook, die kan geniepig zijn en kan in hoogte en laagte verschillen. En gaat van heel langzaam en zwoel tot heel hoog en hard en fel. En ja, het is gewoon super vet. Ja. Ik heb het prototype voor mijn... mijn bol, mijn glazen bol. Hierin gaan we het einde zien van Edward Bloom. Spannend. Ja. Het is een heel mooi, eigenlijk een heel ontroerend verhaal. Over een vader en een zoon. En er gebeurt zoveel in. Ik denk echt dat het gewoon een feestje is om naar te kijken. Dat elke scène heeft wel iets wat waarin je meegenomen wordt. En ja, daarom. Ik ben eigenlijk ook anti-vissen. Ja. Nee, maar dit is, dit...